Goedendag, een extra weerbericht vandaag, want er staat een interessante weersituatie op het programma. Maandag trekt een actieve depressie van west naar oost over ons land. En aan de noordzijde daarvan, daar zou zomaar eens wat sneeuw kunnen gaan vallen. Ik denk dat we morgen echt wel een aantal van dit soort plaatjes gaan binnenkrijgen. En daarmee is het dus wel in ieder geval kortstondig winters in Nederland. Eerst zoom ik even wat uit en kijken we naar het grootschalige weerpatroon van het Amerikaanse weermodel. Op dit moment hebben we dus nog niet met die sneeuw te maken, maar we zien dat in de loop van zondag een lage drukgebied ontwikkelt, welke maandag over het zuiden van Nederland trekt en aan de noordzijde daarvan wordt dus die koude lucht aangevoerd, waardoor de neerslag gaan overgaan in sneeuw. Ook de rest van de week blijven we in die koude lucht en het zou zomaar kunnen dat we op donderdag en vrijdag opnieuw met een aantal sneeuwstoringen te maken gaan krijgen of in ieder geval natte sneeuw. Het is voorlopig dus wel winters in Nederland omdat we ons in die koude lucht bevinden. Eerst even naar de korte termijn. Wat we in ieder geval zeker weten is dat er een flinke plans met water gaat vallen komende maandag. Het is natuurlijk al erg nat geweest in november, met in het westen van Nederland al sommen boven de 200 mm. Ja, daar valt de komende 24 tot 48 uur ook op grote schaal weer 20 mm regenwater bij. Lokaal zelfs richting 30 mm. Ik zei regenwater, maar niet al die neerslag gaat dus vallen in de vorm van regen. We krijgen ook met sneeuw te maken. We zien hier dat neerslaggebied liggen. Dat trekt in de loop van maandag over Nederland. En maandagochtend gaat de regen al snel over in sneeuw in het oosten en noordoosten van het land. Met name de meest donkere kleuren, daar is ook de meest intense neerslag. Daar gaat die sneeuw dan toch wel snel ook op de grond blijven liggen en kan een sneeuwdek gaan vormen van enkele centimeters dik. Als ik de animatie dan verder aanzet, dan zien we dat die depressie begint in te krullen, waarna ook andere delen van Nederland met sneeuwval te maken krijgen. Of daar ook echt een sneeuwdek kan vormen, dat is nog wat onzeker. Daarvoor moet het echt wel even stevig doorsneeuwen. Maar goed, lokaal zou dat zeker kunnen, ook op de hoger gelegen gebieden zoals de Veluwe en natuurlijk op grasvelden en tuintafels. Op de wegen, daar zal het toch een iets moeilijker verhaal worden in andere delen van Nederland, omdat er toch nog wel aardig wat grondwarmte zit. We zitten natuurlijk nog aan het begin van de meteorologische winter, die op 1 december begint. Dus als het wat later in het seizoen is, dan zou die sneeuw makkelijk kunnen liggen. Maar nu is dat nog niet echt het geval. In de Limburgse heuvels daarentegen, toch weer dat voordeel van het relief: daar zou die sneeuw toch wat makkelijker kunnen blijven liggen. Hoeveel sneeuw gaat er dan vallen? Op dit moment hebben we uitstaan dat de grootste hoeveelheden worden verwacht in Overijssel. 2 tot 5 centimeter daar. Lokaal zou er dus wel wat meer kunnen vallen, zeker in die intense neerslagbanden. Maar ook in de grote regio daaromheen verwachten we sneeuwval 1 tot 2 centimeter. En in het zuiden van Limburg, wat ik net ook al zei, in de Limburgse heuvels kan lokaal ook wat meer gaan vallen. Temperaturen lopen daarbij uiteen van 2 graden in het noordoosten tot 7 graden in het zuidwesten. Let wel op dit zijn de maxima. Als het eenmaal begint met sneeuwen, dan gaat die temperatuur toch snel onderuit en ligt die zo tussen 0 en 1 graden. De zuidwestenwind die waait eerst matig van kracht. Die draait in de loop van maandag dus richting het noordoosten waardoor die koudere lucht wordt aangevoerd en blijft dan ook nog steeds matig van kracht. Met die oostelijke winden en noordelijke winden houden we ook de dagen daarna te maken... Op dinsdag hebben we opnieuw enkele winterse buien die overtrekken in de avonduren. En is het toch vrij fris hoor, met maximaal een graad of drie. Woensdag lijkt het tijdelijk droog te zijn, maar vanaf donderdag trekken dus opnieuw die depressies ons land binnen. En die kunnen echt wel weer een winterskarakter hebben. Als ze ten zuiden van ons land langs trekken, dan zou dat aan de noordzijde weer sneeuw kunnen opleveren. Trekken ze ten noorden langs, dan is het voornamelijk regen. Maar dat het wisselvallig wordt, dat is wel zeker. In de nachten hebben we vaak met vorst te maken. En zeker omdat de weg natuurlijk dan nat is, zou dat ook voor bevriezing van natte weggedeelten kunnen zorgen. Dus pas dan even op als je naar buiten gaat. En de langere termijn, blijft het voorlopig winters? Ja, ik kan toch wel zeggen dat het een vrij koude pluim is. We schommelen toch rond die 0 graden. In de nacht een paar graden eronder. In, in overdag een paar graden erboven. En voorlopig is het dus echt wel winters. Eerst is dus het maandag met die sneeuwstorming waar we mee te maken hebben en misschien later in de week. Nog wel een extra sneeuwstoring die ons land passeert. Tot de volgende keer.